Zo, goedemiddag kijkers. Centrum Hilversum hier. We lopen hier aan de Lange Straat. En we gaan eens even kijken bij een redelijk nieuw restaurantje. En dat heet De Vrienden. Nee, de Helden moet ik zeggen natuurlijk. De Helden van Hilversum. Een pannenkoekenrestaurant. En dat is natuurlijk hartstikke lekker, een pannenkoekje eten. Het is spitsuur, dus enorm veel verkeer. Nu zijn de auto's even weg. De Helden van Hilversum. We gaan even een kijkje binnen nemen bij de ondernemers. Het is ook echt afschuwelijk koud, dus binnen is een stuk aangenamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie hebben we daar? Hoi. Hoi. Daniel van der Steen. Daniel van der Steen. Zeker. Eigenaar hier van De Helden van Hilversum. Yes, pannenkoekhuis Helden van Hilversum. Lekker. Zeker. Het ruikt ook lekker hier. Lekker warm. En dan hebben we nog iemand. Hoi. Hoi. Je hoort ook bij de clan. Ja, zeker. De, Sabine, hè? Ja, Sabine. Klopt. En samen een stelletje ook nog. Yes. Ja. En uitbaters van dit gezellige dingetje. Wat doen we hier? Pakken heerlijke pannenkoeken. Lekkere pannenkoeken. Ja, zeker. De lekkerste pannenkoeken van Hilversum. Het Gooi. Ja, zeker. Oké, okay. Ja. Okay, we gaan zo natuurlijk even een pannenkoekje bakken, hè? En natuurlijk ook even proeven. Waarom een Hilversum eigenlijk? Er was nog geen plek waar je pannenkoek kon gegeten in Hilversum. Wij kunnen pannenkoek bakken in Hilversum. Dat is een gouden combi. Leuk. Leuk man. En hoe loopt het? Goede klandizie? Moet nog mee met je ben nu een half jaar open, denk ik? Ja. Het is nog steeds wel opgezet, maar het gaat steeds beter. Oké. Wat vind je van de plek hier? Gaat. Komt een hoop verkeer langs, hè? Ja. Ze moeten eigenlijk allemaal even stoppen, hè? Ja. Voor een pannenkoekje. Ja, misschien een drive-through pannenkoeken uit. Ja, wie weet. Dat is gewoon een uithalen, ja. We lopen even naar de keuken. We gaan een pannenkoekje bakken, hè? Wat ja, gaan we maken? Zeker. Ik ga naturel maken. En dat gaat Flintstone. Dat is een hele lekkere pannenkoek met huisgemaakte pompoen. De Fred Flintstone pannenkoek. Yes. Oeh, mag ik straks ook een stukje proeven? Natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Nou, ga je gang. Yes. Beslag is natuurlijk geheim recept, hè? Dat vertel je het vast niet, hè? Nou, het valt wel mee hoe geheim die is, hoor. Want het staat op onze muur geschreven, want het meel komt van de molen in IJsselstein. Oké. Het wordt echt nog door de windmolen gedaan. Nou ja, natuurlijk vooral eieren en melk. Ja. Het pan goed heet, begrijp ik. Ja. Kinderen zeggen thuis dat ik de lekkerste pannenkoeken bak, maar ik ben benieuwd wat jij ervan maakt. Dat gaan we zien. Ja. Oh, kijk eens, hij gaat echt bij het randje omhoog op die pannenkoek. Ja, volgens mij is helemaal goed. Wie maakt de lekkerste, Sabine of Daniel? Ja. Nou, ik denk dat ze even lekker zijn hoor. Denkt Daniel er ook zo over, ja? Hoeveel pannenkoeken denk je dat je in je leven al gebakken hebt? Ja. Duizenden, denk ik. Duizenden. Ja, wel veel. Hoe weet je nou wanneer je ze kan omdraaien? Ik sla het even stil aan en hij is los, zeg maar. Als ik twijfel, kan ik wel eens even kijken. Maar als die los is, dan is het goed. Dan is hij, oké. Dan kan ik het goed. Ja. Hoppakee. Dat hoort de naturel. En dan komt hier Fred Flintstone. Kaas. Ja, een beetje kaas. En de pulled pork. En natuurlijk de Welke pannenkoek verkoop je het meest? Wat is je best verkopende pannenkoek? Best verkopende pannenkoek is denk ik toch ook wel deze Fred Flintstone pulled pork. Maar ook de pannenkoek met geitenkaas, walnoten, rucola en honing. Klinkt lekker hoor. Ja. Oh. Het is inmiddels hier bijna 5:30 denk ik, dus mijn maag rammelt ook wel een beetje. Die ga je denk ik niet meer omdraaien. Ja, zeker wel. Hij moet aan beide kanten. Kijk. Wow. Mensen, zagen jullie dat? Gemiddeld zit de pannenkoekje 3-4 minuten in de pan. Ja, zo. Zoiets? Ja. Mijn naturel is klaar. Naturel. Oh, kijk eens even. Zo.
Daar is de poel. Dat ziet er goed uit. Dat gaan we zo eens even proeven, denk ik, hè? Zo, proeftijd. Jij natuurlijk, een beetje stroop erop. Ja. Ik heb, hoe heet die allemaal? Fred Flintstone. De Fred Flintstone, mensen. Nou, dan kan je een hapje nemen. Lekker hoor. Met pulled pork en kaas. Lekkere pannenkoeken. Hier bij de helden van Hilversum. Zeker een keer gaan eten.